niches creëren en daarna opvullen. Dat kun je Audi wel toevertrouwen. En deze Q2 is daar weer zo'n typisch voorbeeld van. Want probeer hem maar eens te plaatsen. Ik heb er lang over nagedacht en ik krijg het niet voor elkaar. Natuurlijk valt hij in die Q-reeks. Q7, Q5, Q3 en dus nu de Q2. Maar is het echt een SUV? Ja, Audi zegt van wel. Ze noemen het een SUV. Nou, ik ben daar wat voorzichtiger mee. Ik vind het eerder een crossover. Nou, daar kun je eindeloos over discussiëren. Dat gaan we niet doen. Het is een beetje vreemde auto. Hij zit tussen een hint op een aantal gedachten. Hij is 20 centimeter korter dan een Q3. Hij is 20 centimeter langer dan een A1. Daar lijkt hij ook alweer een klein beetje op. En het is een heel verfrissende auto. En hoe komt dat nou? Omdat Audi een merk is wat eigenlijk altijd hele degelijke, mooie, chique, maar weinig gedurfde auto's maakt. Ze lijken allemaal op elkaar. En deze auto is gewoon heel anders. Dat zie je aan de buitenkant op het begin al aan die neus, die single frame grille, die hebben ze heel anders gemaakt. Je kunt een A1, een A4, een A6, een A8, is een beetje allemaal hetzelfde, maar deze is qua vorm allemaal anders. En het meest opmerkelijk is natuurlijk aan de zijkant die C-stijlen. Het is niet de eerste keer dat het gebeurt. We hebben het gezien bij de Cactus, we hebben het gezien bij auto's als de i20 zelfs van Hyundai. Audi doet het nou met deze auto, dan noemen ze ineens Blades. Right. Nou, het grappige van die dingen is, omdat ze anders gekleurd zijn, lijkt de daklijn lager te lopen. Hoeft alleen niet, waardoor de hoofdruimte wat bespaard wordt als je een wat dynamischere lijn aan die auto wilt geven. En geef toe, dat is best gelukt. Ja, dan ga ik toch zoeken naar concurrenten. Wat zijn die dan? Ja, dan denk je misschien aan een Renault Captur of een Peugeot 2008. Ja, die zitten net wat daaronder weer ook qua prijs. Audi zegt wel, nou, als je dan een beetje een dik aangeklede Captur pakt, dat soort klanten kunnen we ook pakken. Maar zij mikken vooral op een Mini Countryman, dat soort auto's. En dat Mini, ja, dan zeggen ze ook, we hebben de auto heel dynamisch gemaakt. Als een kart, zeggen ze. Nou, dat hebben we ook vaker gehoord bij Mini notabene. Nou, ik zal je vertellen, dit rijdt niet als een kart hoor. Maar het is wel een lekker strak sturende auto. Hij heeft dat progressieve stuursysteem, dat betekent dat hij bij zwaardere uitslagen, meer betere overbrengverhouding heeft, waardoor hij daar directer wordt. En als je op de snelweg rijdt, heel rustig rijdt, dan is hij heel neutraal in het stuur, minder direct. En dat maakt hem heel prettig rijden, zowel als je sportief wil rijden, als wanneer je rustig op de snelweg rijdt. Het onderstel is aardig dynamisch, een stukje zachter dan een Mini hoor. Ik rijd bovendien ook nog eens een keertje dat adaptieve onderstel, dat is niet standaard. Maar het is zeker een leuk sturende auto. Opvallend is ook dat je erg laag zit voor een SUV, crossover, whatever it is. En dan het interieur, ook dat hebben ze net wat frisser gedaan dan we van Audi gewend zijn. Je ziet hier allemaal bijzondere kleuren, die roosters uit de A1 die aan vliegtuigen moeten laten denken. Dat hele drukken van de middenconsole van de duurdere Audi's heeft hij niet. Het is heel netjes opgeruimd. Het dashboard is overigens meer prijs hoor. Bij de duurdere uitvoering is dat digitale dashboard dat we kennen uit de A4, A5, uit de TT. Het ziet er prachtig uit, is wel een enorme brei aan informatie. Je moet echt even je weg weten te vinden, maar als je dan die navigatie tussen de klok hebt staan, is gewoon prachtig. Achterin is hij wel wat aan de krappe kant. Die daklijn loopt natuurlijk toch wel terug voor dat coupé-vormpje en dan is hij wel wat krap. Ze zijn al kleiner, maar het is onder de middenmoot, denk ik. Interessant is ook deze S-tronic, deze 7-traps S-tronic. Dat is helemaal nieuw. We kennen natuurlijk de S-tronic, maar deze is weer verbeterd. De olietoevoer is veranderd en de interne wrijving is verminderd, waardoor hij net weer wat zuiniger geworden is. Q2 komt met drie verschillende benzine en drie verschillende dieselmotoren. In beide gevallen 116, 150 en 190 pk. In november staat hij bij de Nederlandse dealers.